Welkom bij een nieuwe aflevering van Sanang Tori. In deze aflevering praten we met de heer Paul Middelein, ook de welbekende verhalenverteller. Paul Middelein is een ervaren en betrokken denker over nationale kwesties met scherpe focus op economische ontwikkeling en sociale cohesie. In het interview willen we dieper ingaan op de nationale discussie rondom de Final Investment Decision FID. Die bepalend kan zijn voor de toekomst van Suriname. We zullen ook stilstaan bij de vraag hoe polarisatie in dit, in dit proces voorkomen kan worden en wat de rol van de samenleving hiervan is. Meneer Medeleen, welkom in het programma. Dankjewel. Leuk dat ik er even mag zijn. Kunt u ons uh, kort uitleggen wat de Final Investment Decision precies inhoudt en uh, wat dit te betekenen voor uh, de ontwikkeling van Suriname? De Final Investment Decision, FID, uh, zoals iedereen het kent, is eigenlijk gewoon een overeenkomst tussen Suriname uh, en de andere kant, dus de multinational die het gaat ontwikkelen. In dit geval is het uh, uh, Totaal en APA, Apache. En daarin wordt verklaard, wordt overeengekomen, dat ze 10 miljard gaan investeren om die olie uit de grond te halen, uit het water eigenlijk. Eh, blok 58, die nu is opgeroepen tot op Gram Nou, dat is op zichzelf prachtig dat ze dat willen doen, maar we moeten niet vergeten: geen enkele multinational houdt van ons. Bestaat niet. Een houdt niet van het land waar ze die olie komen halen. Dus die dingen gaan niet samen. Dus niemand moet denken dat zo'n Totaal, eigenlijk, als een, een soort Citroënklaas is, die geld kan komen pompen in Suriname en dat ze. Nee, er zijn een aantal hele strenge en uh, lastige voorwaarden om dat geld in Suriname te kunnen investeren. Want wij moeten er in feite ook van profiteren. En daar is natuurlijk het probleem. In die 10 miljard die zij gaan inpompen, dat is een deel, een dag. Een anderhalf miljard, is er uh, aan local content. Wat wij eigenlijk waar, waarvan wij zouden kunnen profiteren als dat allemaal goed gaat. En die local content betekent dat we alle voorzieningen kunnen treffen, zodat die grote oliemaatschappij haar werk kan doen of zijn werk kan doen. En dan moet je overal aandenken als we het hebben over local content. Dus, dus, ook, ook, ook de markt, ook de mensen die uh, hoog technisch zijn, wat we nog niet hebben genoeg. En alles wat er eigenlijk omheen zit. Daarom uh, denk ik dat bijvoorbeeld Nikeri de economische hoofdstad van Suriname gaat worden. En dat is, zoals ik het zeg, is het voor velen nieuw. Anderen springen natuurlijk naar het dak. En zo, maar ik praat over feiten. Ik ben geen econoom. Ik, ik, ik kijk dwars die, door die maatschappij en ik zie wat er gebeurt. Ik hou me echt bezig met wat er in feite gebeurt in het dagelijks leven. En afgezet daarop, eh, denk ik, ja, if uno roko, uno ja, zo is het altijd geweest, maar ja, hier is het toch af en toe een beetje anders. Hoe ziet u de rol van de regering en uh, de belanghebbenden? Uh, als we dus kijken naar de belangrijke beslissingen die zij hebben genomen. De rol van de FID. De FID zelf heeft ja, is geen rol, het is een feit. Het, ze hebben gezegd, totaal. En Apache hebben overeengekomen dat ze dat geld gaan inpompen. Nou, dat heeft consequenties voor ons. En zoals uh, ik al aan het begin zei, geen enkele multinationale houdt van het land. Ze gaan om te halen. Dat is kort en krachtig gezegd, maar zo is het. Ze gaan ze komen halen. En om het te halen moeten ze een overeenkomst sluiten met het land waar ze het gehalen. In dit geval staatsolie. Staatsolie is een, een deel van Suriname. Suriname is de grootste eigenaar, eigenaar van staatsolie. Dus dat ding um, moet in elkaar, in elkaar uh, vallen. Um, een van de belangrijke zaken hierbij is de, het, het contract wat ze sluiten. Want in dat contract zit natuurlijk. Uh, alle ins en outs. Hoe ga je dat ding doen? Wat ga je doen precies? Hoe ga je het doen? Welk deel is van ons? Welk deel is van jou? Dat so, ding is een uh, uh, product sharing contract. En daar zijn wel wat problemen over of wat vragen over, omdat mensen uh, horen dat het geheim is. En dat maakt dus, als we het hebben over de sociale cohesie in Suriname. De manier ook hoe mensen kijken naar dat ding, we is één van elkaar. Dus je kan zoiets met je contract. Dan is er niks, maar de unie mag zelfs Terwijl eigenlijk, dat is niet, het is niet waar. Of, om het anders zeggen, het is niet helemaal waar. Want zo'n contract was gesloten in 2015 tussen de vorige regering. Toen was dat contract al. Dus Eigenlijk moet de DNA kunnen opzoeken, de mensen, en kunnen checken van, hé, hey, oké, okay, dit is het. Dus we hebben geheim, geheim, als ze nou nog geheim uh, Het is wel een idee als je niet hebt gelezen en als je niet hebt bestudeerd. Want zoiets lees je niet gewoon. Wij hebben het probleem dat we hey, veelal geen deskundigen hebben die kan brokken, brokken, die. en volk in tjimoni. Want dat is wat er gebeurt. En dat, we, dat is ook ons grote probleem. Hè? We maken beleid. Maar hij beleid niet, maar ook die persoon die het moet begrijpen. Dus je kan praten wat je wil, maar oma en moesje en tante en, en al die mensen, dat mag het het bedoel. Dus hoe ga je aan hun uitleggen wat het ding nou precies betekent? Iedereen zegt hoera, Wat? olieko, monieko, monieko. Maar ik ben altijd persoon die zegt, ik vind als je een bij hebt, dan ben je nog niet rijk. Het gaat erom hoe je het gaat inzetten. Hoe gaat dat ding werken voor Suriname? Stel dat die olie komt. Mensen praten over. In een yeah, jaar of 2030 praten ze over. Man, uh, Getallen gaan naar 50 miljard. Weet je hoeveel dat is, mevrouw? Wie? kan <laughs> 50 miljard. De <The laughs> vraag is. Hoe ga je het besteden? Niet het feit dat het er komt, laten we aannemen dat het er komt. Hoe ga je het besteden? Hoe ga je ermee omgaan? Zodat tsunami nooit meer arm wordt. Want we, we zijn rijk in mineralen en grondstoffen, maar we zijn niet rijk in, 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 in met het verstand. Dus hoe dan eigenlijk wordt, wordt, wordt er een oliedom. Dus olie kom, wordt er een oliedom. En die mensen die de olie gaan exporteren, die zijn olierijk. Dus uh, wij, ik denk dat als ze de, de gelden toegankelijk willen maken voor heel Suriname, maar dat het moet opgeslagen worden in een hele grote pot. En die pot die moet niet toegankelijk zijn voor iedereen die kan gaan graaien. Ik, uh, ik hoorde kijken. Armand, als jij zien, de voormalige uh, finance minister, die had het over uh, zo'n pot uh, waar mensen niet in kunnen doordat je het gaat beschermen met twee derde van uh, de stemmen in, in DNA. Dus met twee derde, pas kan je eigenlijk iets uh, aan die pot komen. Ja, dat lijkt mij een manieren om het te beschermen, maar er zijn nog meer manieren, maar dat is niet mijn uh, expertise. Dat laat ik over aan de uh, grote jongens die gedacht hebben over de macro-economie en hoe ze dit laat vooruit kan brengen. Er is veel debat rondom uh, de FID, vooral uh, op het gebied nationale economie. Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat uh, deze discussie constructief blijft? En uh, niet verzaald in polarisatie. Het is een, uh, het is een, een mooie vraag. Wat eigenlijk bestaat, bestaat. Alles van ons. Komt uiteindelijk neer. Op polarisatie. En dat is een van de dingen die. Uh, verschrikkelijk is. In ons multicultureel landschap. Het zou er niet mogen bestaan. En. Ja. Het bestaat er toch. Wat ik daarnet aanhaalde. Het maken van zo'n. Maar in elkaar een stabilisatiefonds dat gaat zorgen voor de kinderen van de kinderen van de kinderen van de kinderen, dus dat ze dan nooit meer arm worden. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat het ongeacht de persoon wordt besteed uh, over heel Suriname. Uitsluit het hele binnenland. Maak scholen, maak ziekenhuizen, maak uh, alles wat mensen nodig hebben. Kijk hier, geef ons met dat geld. Geef ons de beste ziekenhuizen die er bestaan van, uit heel het Carinthisch gebied. Geef ons een spectaculair goed onderwijs. Modern. Uh, geen tjiffe, tjiffe dingen. Zorg dat je uh, dus het leer, uh, de, 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 de leerkrachten zodanig verzorgt dat ze nooit meer willen staken. Omdat wat ze krijgen genoeg is om zichzelf en de familie te onderhouden. En om een leven te leven wat ze gewoon mogen leven, net zoals de deelharen in Nederland of in, of in Finland. De leerkrachten, de leerkrachten en docenten. Uh, zorg dat het hele land op een manier gaat leven, eigenlijks gaat worden, dat niemand meer behoefte heeft om op straat te komen. Want waarvoor ga je op straat als je het goed hebt? Dat is gewoon niet zo goed, Robby. Wat, wat, wat kan je doen? Jeet? Ik denk dat we de kans hebben de hele economie en sociale uh, st uh, structuren van ons hebben de kans om als dat geld goed besteed wordt, met een planmatige aanpak die beschermd wordt, dat Suriname inderdaad een heel welvarend land kan zijn zonder jukje-jukje en allerlei moeilijke dingen. Wat zijn volgens u uh, de belangrijke uitdagingen en uh, voordelen die de FID met zich meebrengt? Ja, het voordeel is dat je natuurlijk de beschikking gaat hebben over uh, geld. Kijk, een FID, FID, eigenlijk praat je over dat stukje, dat beetje. Klein beetje wat in Suriname, uh, wat door Suriname moet worden opgeboest. Hè, de, of waarvan we, we gebruik gaan maken. Dus die local content. Maar die FID is de brug naar de olie die verkocht gaat worden en waaruit wij revenue gaan halen. En de, die gelden, dan praat je over die miljarden die geschetst zijn. Dat is volgens mij uh, het meest belangrijke eruit. Niet de FID zelf. FID is de overeenkomst, we gaan dat ding doen. En omdat we het gaan doen, is er een beetje wat jullie zelf moeten opbrengen. En anders, als je dat niet doet, dan ga je het mensen uit het laten halen om het te komen doen. Die gaan deze zijn aan het wachten. Maar niet alleen die, maar ook anderen. Dus. Maar die FID is eigenlijk gewoon de opening naar dat grote geld. Laat dat grote geld komen. En je hebt geen plan en je bent verloren. Het is afgelopen. Want de, het gevaar wat, op, op, wat altijd op de loer ligt, is dat wij ze al in een pril stadium afspraken gaan maken met de multinationals om op een, op een of andere slimme manier geld weg te sluizen naar de andere kant van de wereld. Ik praat niet over, ik denk dat ze dat gaan doen. Nee, ik denk dat het al is gebeurd en dat we in verschillende landen gezien hebben dat er olie is. En dat er geweldige, fantastische dingen met de oliemaatschappij gebeuren, maar het volk pinaart. Dus je moet altijd, je altijd tegen mensen, je bent, rijk, je bent rijk, je bent rijk, je bent niet rijk. Nee, die mensen die dat geld hebben zijn rijk. stop je altijd in je zak en zeg maar dat je rijk bent. Wat zijn je Wij weten nog dat we... we de, de Tweede Wereldoorlog is gevoerd met bauxiet, met aluminium, die kwam uit bauxiet van Suriname. Tweederde van die, van die vlie, vliegtuigen die zijn daarmee gebouwd. Wat hebben wij ervan teruggezien? Hey. Behalve die vrede. Geen, geen ontwikkeling voor onszelf. Cyril is gekomen met bauxiet. Wat hebben wij ervan gezien? Zijn we, zijn we, zijn we rijker geworden? Uh, we hebben goud. Wat gebeurt er met ons goud? Wordt er rijk ervan? Of is dat alleen maar iemand die als een kerstboom rondloopt in Suriname over een aantal? En die andere vrouw andere mevrouw die daar rondloopt heeft niks. Dan ben je toch niet rijk? Je bent pas rijk wanneer wij met z'n allen in Suriname met elkaar kunnen leven en die rijkdom eerlijk kunnen delen. Dus als wij uh, olieland worden, dan moeten wij ervoor oppassen, voor waken, dat de Gelden daaruit op een zodanige manier worden gebruikt dat iedereen in Suriname het profijt van heeft. Nooit meer army. Dat zit in je hoofd. Het is niet dat geld, dat een big money is het niet. De je maar een miljoen is hier nog geen miljonair. Hij is pas miljonair wanneer hij ervoor kan waken dat die miljoenen meer worden. Maar als je een. Twee maanden daarna ziet, heeft hij geen stuiver meer, soort miljonair. Dat is eigenlijk wat er staat te gebeuren als het niet goed gemanaged wordt. If you can't manage it, you better don't have it. Weet je wat anders, brengt het alleen maar ellende. Hoe denkt u dat de samenleving betrokken kan worden bij het besluitvormingsproces zonder dat het leidt tot verdeeldheid? Het is een lastig ding. Die samenleving, die is. Eigenlijk niet echt verdeeld. Behalve dat de mensen die politiek voeren, de, de, de uh, polarisatie en dergelijke gebruiken om, om daaruit hun power te hebben. Het is dezelfde ding van verdeel en heers van vroeger. Maar die samenleving kan het beste gebruik maken van alles wat er is door, door te participeren. De kinderen van nu moeten weten dat zij op school moeten. En hun best moeten doen. En op een gegeven moment is het de verantwoordelijkheid van de moeders en de vaders om de kinderen naar school te sturen. Het is de verantwoordelijkheid van de uh, regering om te zorgen voor uitstekend onderwijs. En de kinderen die op school zitten, die hebben ook natuurlijk het, uh, de verantwoording om hun best te blijven doen. En elk kind in, als elk kind in Suriname haar best blijft doen in uh, de setting waarin wij zijn in Suriname, dan betekent het. We hebben praktisch geen uh, dropouts meer. Die moeten weg. Dus dit is die uitdaging voor de uitdaging voor de, voor, de, voor de regering: om te zorgen dat het onderwijs zodanig is dat er geen dropouts meer zijn. Dat we kinderen afleveren uh, als half-volwassenen. om tot volwassenheid te komen in de maatschappij. met de verantwoordelijkheid dat ze kunnen bijdragen, iedereen, aan ontwikkeling en vooruitgaan. Als we dat kunnen realiseren. Dat zou een heel worden. Dat zou echt een heel eind. Want je moet opletten, juist wanneer we het hebben over vaak criminaliteit, dan ontstaat dat door eigenlijk een miskleun van een regering. Criminaliteit. Oh, niemand wordt als crimineel geboren. Zijn dat niet verschrikkelijkste moorden. Dat wordt als, als baby heel dicht door dus zijn mama gaan uh, 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 gekoesterd en hij krijgt te drinken en te eten en hij groeit op. de lieve baby, wordt een lieve kleuter. En plotseling op school of keeschool school, daar verandert iets. Maar wat is er veranderd? Het is dezelfde mens gebleven. Dus dan zeg ik, het is de schuld van de maatschappij dat criminaliteit bestaat. En je moet je denken dat als je criminaliteit niet op een hele goede manier gaat bestrijden. Dat, je, eh, dat ze dan verdwijnen. Nee, je moet zorgen dat sociaal-economische voorzieningen in het land uitstekend zijn en net wat vraag: dat ze voor alle mensen gelden. Dus ook voor de mensen eh, in Para, in Nikeri, in het binnenland van Suriname, overal van de Marowine tot de eh, van de Atlantische Oceaan tot de eh, Tumukuma. Dat is heel Suriname. En daarin is iedereen even belangrijk en heeft iedereen hetzelfde recht. Er zijn, eh, er mogen geen mensen met ingebouwde voorrang zijn. Laat het zo We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering. In de eerstvolgende aflevering vervolgen wij het gesprek met de heer Paul Middeleen. Bedankt voor het willen kijken. Heeft u een onderwerp dat u wilt belichten? Kunt u ons gerust een WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8485816? En vergeet niet onze socials te volgen. Sralentori, snel, scherp, altijd bij de tijd.